Welkom! Vandaag zullen we in onze tutorial twee zaken bespreken, namelijk een nieuwe controlestructuur, iets anders dan de if-else-if en if-else-if-else, namelijk de controlestructuur for, een zeer veel gebruikte controlestructuur, een structuur die je in eerste instantie gebruikt om perfect te weten hoeveel keer een bepaalde code herhaald moet worden. We doen dat aan de hand van een zeer klein voorbeeldje. We beginnen met ons standaardprogramma, waar al onze inputs en outputs al klaarstaan. Maar deze keer gaan we niet de namen gebruiken, maar de pinnummers, want we gaan schrijven for, dus voor, int i gelijk aan 3. Dus i is de eerste keer 3. I moet kleiner blijven dan 6. En i moet plus plus, dus met eentje vermeerderen. Nu, wat doet zo'n forless? Eigenlijk is dat niet zo enorm moeilijk. De eerste keer dat je programma die forless tegenkomt, gaat die zeggen, wat is mijn waarde van mijn teller, waarmee ik bijhoud hoeveel keer ik iets uitgevoerd heb. En in dit geval zeggen we, die waarde van jouw teller is 3. De tweede vraag die hij zich stelt, is de waarde van die teller kleiner dan of groter dan het getal dat ik zeg in de tweede voorwaarde. In dit geval zegt de voorwaarde, i moet kleiner zijn dan 6. 3 is dus kleiner dan 6, dus dan zegt die for loop, dan voer ik de code uit die in mijn loop staat. Aan het einde van die code voert hij de i++ uit. En die i++ is eigenlijk zeggen, i moet gelijk zijn aan i plus 1. Dus die i wordt 4. En dan keert hij terug naar de bovenkant van de for loop. En dan stelt hij zich opnieuw die vraag, is die 4 kleiner dan 6? Ja, die 4 is kleiner dan 6, dus voert hij opnieuw de code uit. En gaat hij dan terug onderaan de loop, terug naar boven. En zijn i wordt dan 5. 5 is nog altijd kleiner dan 6, dus die voert de code uit. En als hij onderaan is, doet hij weer naar boven en dan ziet hij, i wordt 6. Maar aangezien dat 6 niet meer kleiner is dan 6, gaat hij die code die in de voorlijst staat niet meer uitvoeren en gaat hij gewoon verder met het programma. Dus wat gebeurt er? I zal een keer 3 zijn, i zal een keer 4 zijn, i zal een keer 5 zijn en i zal 6 worden, maar de code zal er vanaf dan niet meer uitgevoerd worden. Dus je gaat 3 keer de code uitvoeren. De code die we gaan uitvoeren is digital write. Dan de nummer, dus i. Dus een keer 3, een keer 4 en een keer 5. High zetten. Dan een delay van bijvoorbeeld 1000. En digital write i low. Dus aangezien dat je nu weet dat die code opnieuw en opnieuw en opnieuw wordt uitgevoerd, maar telkens met een andere waarde van i, wat zal er dus gebeuren? Eerst zal pinneke 3 hoog gemaakt worden, en seconde later wordt i terug laag gemaakt. Dan wordt i 4, 4 dus wordt dan weer hoog gemaakt, dan wordt een seconde later 4 weer laag gemaakt, en dan wordt i 5, 5 wordt hoog gemaakt, een seconde later wordt i weer laag gemaakt. Nu, omdat het een loop is en dus laag maken en direct hoog maken van het volgende getal bijna gelijktijdig gaat gebeuren, nog een delay, zodat het altijd een seconde duurt tussen een verandering. En dan gaan we kijken wat dat oplevert als we dat in het bordje steken. En we krijgen een foutmelding omdat de USB-kabel niet goed in zit. Dus even dat probleem snel verhelpen. En je ziet, de rode lamp gaat aan uit, de oranje lamp gaat aan uit, de groene lamp gaat aan uit. Dus telkens gaat 1 seconde de lamp aan, 1 seconde de lamp uit, en dan gaan we naar de volgende. Dus je ziet dat die for loop enorm handig is voor te werken met getallen en een aantal keer hetzelfde te doen. Anders zou je de 4 lijntjes code 3 keer moeten gekopieerd hebben en in plaats van i de eerste 2 keer 3 geschreven en de andere 2 keer 4 geschreven hebben en de andere 2 keer 5 geschreven hebben.
En dat bespaart dus nu enorm veel typewerk. Het volgende wat we in deze tutorial gaan zien is het van gebruik maken van analog write. In tegenstelling tot digital write kan je met analog write eigenlijk een soort van analoge spanning simuleren. Hoe doen ze dat? Wel, ze doen dat door heel snel de digitale spanning aan en uit te zetten, zodat het lijkt alsof dat het een analoge spanning is. Maar als je met een oscilloscoop zou kijken, zie je dat het een blokje is die heel snel aan en uit gaat. Als het stukje dat aan is langer duurt dan een stukje dat uit is, heb je een hoge analoge spanning gesimuleerd. En als het stukje dat aan is veel kleiner is dan het stukje dat uit is, dan heb je een lage analoge spanning gesimuleerd. Zo kan je een LED dimmen. Nu, analog write werkt enkel maar op de speciale pinnen. En dat zijn de pinnen die aangeduid zijn met zo'n sinusgolfje. Dus we moeten even gaan kijken naar welke dat zijn. Dus we zijn hier terug in het document waar we eerder over gesproken hadden. En daar zien we staan dat de groene LED nummer 2 en de rode LED nummer 2 geschikt zijn voor PWM. En PWM wil eigenlijk een mooie naam zeggen dan geschikt voor analog write te kunnen gebruiken. Het staat voor Pulse Width Modulation. Dus je kan de breedte van de pulsjes regelen zodat je een analoge spanning simuleert door een blokgolfje te maken. Nu, vandaag gaan we dus gebruik maken van die groene LED nummer 2. Dus dat wil zeggen LED G2. Nu, wat gaan we dus doen in ons programma? We gaan onze digital writes wegdoen van ons knipperlichtje. En we gaan zeggen nu een nieuwe voorlus. Nu, analog write kan dus zo een spanning simuleren met een getal tussen 0 en 255. Dus wat zeggen we? For int i is gelijk aan 0. Dus de eerste keer gaan we 0 gebruiken. I kleiner dan is 256. Dus de i gaat van 0 tot 255 oplopen. En dan zeggen we, wij gaan analog write welke LED, namelijk LED G2, diegene die aangesloten was op pin 5, aansturen met de waarde i. Dus als die i 0 is, dan zal de LED uit zijn. Als die i 255 is, dan zal de LED volledig branden en daartussenin. Nu, je weet ondertussen ook al dat de microcontroller heel snel gaat. Dus om het heel zachtjes te zien helderder worden en dan terug uit, gaan we een gebruik maken van een delay van, laat ons zeggen, 100 milliseconden, dus een tiende van een seconde. Wat gaat dat dus zijn? 256 keer 100 milliseconden wachten is 25.600, is 25 seconden, bijna 26 seconden zal het duren om van 0 naar volle herderlijkheid te gaan. Gaan we dat uploaden, dan gaan we zien dat die groene LED steeds straffer gaat beginnen branden. Dus we gaan dat uploaden. En je ziet, groen wordt helderder, 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 helderder. Tot de maximale helderheid bereikt is. En dan zal die na dus die 26 seconden uitgaan en terug herhalen. Dus zo zie je het effect van analog write. Je kan dus een letter mee dimmen, maar enkel de speciale ledjes. Nu, analog write wordt vaak gebruikt in combinatie met een RGB shield. Zodat kan je rood, groen en blauw op een ledstrip met elkaar mengen. En zo kan je allerlei verschillende kleuren maken. Dus daarvoor is analog write ideaal. Analog write is ook ideaal om motoren aan te sturen, want door die waarde te veranderen kan je dan de snelheid van de motor verhogen of verlagen. Dus bij deze tutorial heb je vandaag dus twee zaken geleerd. Hoe dat een forlus in elkaar zit, dus een teller eigenlijk van in dit geval 0 tot 255. En hoe dat analog write in elkaar zit. Dus je maakt eigenlijk een gesimuleerde analoge spanning door een soort blokgolfje te maken, dat noemt men Pulse Width Modulation.
En het enige wat je moet doen is zeggen op welk pinnetje dat het moet plaatsvinden. En hoe hoog het alle gesimuleerde analoge spanning moet zijn. En dat is een getal tussen 0 en 255. Waar dan 0 eigenlijk 0% van de volledige spanning is, dus 0 volt. En 255 100% is van de volledige spanning, dus 100% van 5 volt is 5 volt. Dus bij 0 heb je 0 volt, bij 255 heb je 5 volt, dus bij 128 zal je een simuleerde spanning hebben van 2,5 volt. Ik hoop dat je al uitkijkt naar de volgende tutorial en dat je deze tutorial zeer leerzaam vond. Dus tot de volgende keer en succes met het uittesten van de for loop en van analog write.